Anoop Kumar Moti, die wordt vermist vanaf begin augustus van het jaar. In september heeft de politie een schedel aangetroffen in de directe omgeving van zijn woonadres. En nu, op 22 oktober, wordt wederom een tweede schedel aangetroffen bij zijn woning en een briefje. Wat in zo'n briefje staat, Minosabi, maar dit lijkt super, super afrekening of liquidatie te zijn, mijn mensen. Anoop Kumar Moti, 55 jaar oud, wordt al vanaf 8 augustus 24 vermist. Geen geluid, geen beeld. De politie is intensief bezig met deze bizarre verdwijning.